Dinsdagmiddag waren we voor Unity TV op het Fioretti College in Lisse. Electric Heroes werd daar gepresenteerd. Zodoende kwamen we in de wonderlijke situatie terecht dat scooters door de aula van de school reden. Ja, dat kun je wel zeggen. En het is geen examenstunt, dat mag duidelijk zijn. We hebben een bijzondere happening. We hebben een promotieteam van Electric Heroes op visite. Die het gebruik van elektrische scooters komen promoten. Waarom doet het Fioretti hier aan mee? Het Fioretti denkt graag mee aan manieren om duurzaam met ons milieu om te gaan. Het Fioretti is een school waar we leerlingen dat ook proberen bij te brengen, proberen aan te leren. Dat doen we in de les, dat doen we ook buiten de les. En we zijn altijd heel erg bereid om met dit soort acties mee te doen. Meneer Maat, waarom zo'n elektrische scooter en niet gewoon een ouderwetse traditionele scooter? Elektrisch rijden heeft heel veel voordelen. In de eerste plaats maakt het geen lawaai, echt helemaal niet. En bovendien gebruikt het stroom en geen benzine. Betekent dat hij ook veel schoner is voor de luchtkwaliteit. Dames, leuke scooter zo? Ja, een hele leuke scooter. Jullie hebben net een testritje gemaakt, beviel het? Ja. Ja, maar het maakt ook geen geluid en dat is wel handig. Want waarvoor? Ja, het geeft ook gewoon meer rust, zeg maar, want anders hoor je niks om je heen. En nu hoor ik gewoon alles. Nou, net op de scooter gezeten. Jullie zitten eigenlijk nog op de scooter. Kunnen jullie de voordelen opnoemen van elektrisch rijden? Nou, hij rijdt lekker. En... ja, het heeft geen geluid. En bespaart heel veel geld. Het idee is natuurlijk dat deze scooters hier gepromoot worden en dat mensen hem ook gaan kopen. Zitten jullie eraan te denken om zo'n elektrische scooter aan te schaffen? Ja, ik denk het wel, want ja... ik denk het wel. Volgens mij kost het ook wel minder geld en zo. De leerlingen lijken enthousiast. Ja, dat valt me ook op. We hebben, dit is een locatie met MAVO en onderbouw HAVO. Op deze Uitermeerlocatie hebben we met name nu derde en vierde klassers bij elkaar gebracht. Die de promotie mee kunnen maken. En er wordt goed gereageerd. Ja, ze maken de proefritjes mee. Maar zijn dit nou scooters die populair kunnen worden bij de jeugd? Ja, dat denk ik wel. Ze zijn ietsje duurder in de aanschaf. Maar dat verdien je dus snel terug, omdat de elektriciteit nou helemaal veel goedkoper is dan de benzine. Ja, want het gaat natuurlijk om het milieu. Het gaat erom om het milieu uiteindelijk, om geluid en om luchtkwaliteit. Maar het gaat er ook om dat we ons speciaal op de jeugd richten. Omdat wij denken dat de jeugd heeft de toekomst en het elektrisch rijden. Dat proberen we dus bij de jeugd te promoten, want het elektrisch rijden heeft wat ons betreft ook de toekomst. Binnenkort heel Fioretti op groene scooters. Ja, als dat zou kunnen, heel graag natuurlijk. Dit zou een hele mooie manier zijn om als leerlingen en als school wat te laten zien waar je voor staat. Dat zou mooi zijn.